Vink en Zende zijn basiskrachten. Valks en Marcelo heten geblesseerd te zijn. AZ won hier voor de beker, maar nu voor de competitie, dat is natuurlijk een andere zaak. Bozjek en Gilhuis, toch aardige spitsen, worden aan de kant gehouden, omdat AZ ervan uitgaat dat het aan PSV is om het spel te maken. Bij Stinga. Jonk. Aan de buitenkant kon het Petrovic zijn, ja. Het vastlopen, dat is duidelijk een voordeel, een pluspuntje voor AZ. Huiberts. Want het is AZ dat het in die eerste 10 minuten moeilijk maakt aan PSV. Doemer Soklu, ruimte op rechts. Huskermolen. Het kan, via Senden. Het kan nog steeds, het kan gevaarlijk worden zelf. Ja! Want niemand, Baan. En dan heeft deze kracht een ijzersterk wapen. Hij gaat namelijk gewoon altijd op het doel af. Daar waar iedereen denkt van tikkie tikkie. Wel nee, niks tikkie. Dit is de kracht van Zender. Zelf scoren. En zo ligt de boel open in de 11e minuut. Nu man. Zenden. Jong. Nu man. En weer Zenden. Ga die kracht vandaan doen. Nielis. Ja. Die paas is van achteruit bij Jong vandaan. Daar komt weinig uit op deze manier. En? Wat is er hier aan de hand? Ja, die bal ligt heel erg gevaarlijk voor PSV. Maar Durmer Sokkel schoot hem uiteindelijk naast. Waterhuis kon niet veel verder gaan. Bal naast. Het ziet er bij het begin van de tweede helft naar uit dat Jonk op het middenveld is gaan spelen. En Vink in de achterste lijn terecht is gekomen. Daar is overigens de kans voor Ilia. De kans gaat niet door, althans wordt geen feestje. Want hij schiet de bal wel tegen net, maar staat buiten spel. Grensrechter en scheidsrechter zijn eensgezind in hun mening. Omdat die bal nog onderweg wordt aangeraakt, komt Inia in buitenspelpositie en daar tikt hij de bal in het doel. Het doelpunt gaat dus niet door de juiste beslissing van Rijgwaard. Vink, Stam. Als er hartstocht in het voetbal kan zijn, dan wordt hij op het ogenblik niet beleden. Het is elkaar zuiver de bal toemikken. Toch ineens gevaarlijk. Zesde minuut naar rust. Reactie Moens. De inzet van Cocu. Petrovic van Petten had hem al lang al moeten hebben. Van Petten. Jonk. Goed heroverd. Strafschop. Goed werk van Petten. Goed begrepen door Jonk. En daarna werd Jonk gefloord. Toen hij zelf gevaarlijk dreigde te worden. En dus was het heel logisch dat Buskermolen voor deze overtreding dan de gele kaart kreeg. Jonk zelf gaat mikken. Daar is het resultaat 2-0. 19e minuut naar rust. Met een 2-0 achterstand brengt AZ een spits in. Gilhuis geheten. Ilia heeft in de punt vaak gelopen. Daarna, naar de binnenkomst van Bozjek, was hij de man achter de spits. En nu gaat hij naar de kant. Van Petten. Weer Van Petten. Nou, Moens doet daar raar bij. Maar ja, op een avond waarop niet zoveel gebeurt is het meegenomen. Zenden. Nu man. Cocu.
Kovacic. Duskermolen. Nou, eindelijk ruimte. Laten we hier. Gilhuis en Bocek lopen beide bij Fink. Daar is Gilhuis. En daar is de knal in. En daar gaat het spelletje toch om. Uitermate doeltreffend. Een goede voorzet is een keer vanaf de zijkant. Laten we hier. En de man die kan koppen. Gilhuis. Terug in Nederland. Terug bij AZ. Zijn dankbaarheid kan pas nu blijken in de 72e minuut. Neumann, zenden. Neumann binnendoor zou kunnen. Maar PSV speelt een beetje balbezit zo. Dan Petrovic. Met Hesp. Bocek. Hier en daar vastgehouden, met name door Stam. En dan een opstootje en ja, echt boksen. Rood voor beide. Ja, dat is de beste oplossing als je gaat knokken. En je doet dat bovendien zonder dat er bescherming omheen staat. Petrovic wil nog door. Maar het is je reinste vechten. Dan kan je vaak niks anders doen dan een rode kaart trekken.